kom hier heel vaak. Telkens als ik de kinderen bij mij heb voor op te letten, dan kom ik naar hier. Er is een schone speeltuin, er is een schoolpark om te wandelen. Af en toe is er al eens iets te doen. Het is hier fijn om te vertoeven. Ja. Iedereen geniet aan het Itterdal. Het stadspark in Opitter is onderdeel van het grensoverschrijdend park Kempenbroek en dat staat in september bol van de activiteiten. In de maand van september organiseren wij de maand van het Kempenbroek. En dat is iedere zondag een activiteit. Dat gaat van een voorstelling van oude koetsen, een ruitertocht, een fietstocht, een wandeling gecombineerd met een picknick. De picknick gaat door hier aan het Itterdal op 22 september. In de voormiddag kan je op stap met een verkenner en in de namiddag is het smullen geblazen. De mensen die voorzien best zelf een picknickdekentje, maar voor al de rest zorgen wij zelf. Dus de mensen kunnen fijn komen ontspannen in het park van het Itterdal en genieten van de mooie natuur en de zon. Speelt er iemand mee of hier op een rij? Ja. Tijdens de picknick in het park is er natuurlijk ook allerlei randanimatie, zoals vier om een rij. Daarachter in de buurt is een speeltuintje voor de kinderen. Dus ze zullen zich zeker niet vervelen. Het zal heel fijn zijn. Op 15 september is er een mooie fietstocht van de toegangspoort Mariahof tot de IJzeren Man in Weert. En ook paardenliefhebbers komen aan hun trekken. Er is een antieke koetsentocht en ruiters kunnen hun hart ophalen tijdens een ruitertocht. De ruiters kunnen in eigen groep op eigen tempo de rit doen. Daarom wordt er gezegd, iedereen mag tussen 9 en 10 vertrekken. En wie met wie rijdt, is volledig vrij. Iedereen doet de rit vrij. We hebben ook de keuze uit twee routes. We hebben dit jaar één route van 20 kilometer en één route van 30 kilometer voor de echte fanatiekelingen. Jong of oud, te voet of te paard, een bezoekje aan Kempenbroek is altijd de moeite waard. Heel leuke omgeving en mooie natuur en fijn om te wandelen ook.